Goedenavond, welkom. We gaan het komende uur luisteren naar drie dichters. Ali Calderón uit Mexico, Marie de Quatre-Barres uit Frankrijk. En in ons programmaboekje staat nog Patricia Lockwood uit de Verenigde Staten. Zij is helaas, kon helaas niet naar het festival komen wegens familieomstandigheden. Maar gelukkig hebben wij een fantastische vervanger en dat is Marlène van Niekerk uit Zuid-Afrika. Mijn naam is Feline Streekstra, ik ben programmeur bij het festival bij Poetry. En ik zal de dichters bij u introduceren. En de eerste is Ali Calderón. Ali Calderón uit Mexico is onmiskenbaar een cosmopoliet. De selectie gedichten die hij voor het festival instuurde, bevat gedichten over zijn thuisland, maar ook over Sarajevo, Constantinopel en Siberië. Deze cosmopolitische instelling komt ook terug in zijn werk als samensteller van bloemlezingen en als schrijver van essays over hedendaagse internationale poëzie. Hiermee streeft hij Latijns-Amerikaanse poëzie naar de rest van de wereld te brengen en andersom. Ook is hij oprichter en redacteur van het online literaire tijdschrift Círculo de Poesía en directeur van het Mexico City International Poetry Festival. Het werk van Calderón blijft niet weg van grote politieke en pijnlijke hedendaagse thema's. In Mexicaanse democratie schrijft hij bijvoorbeeld over het bendegeweld in zijn thuisland. De soms gruwelijke details van dit dodelijke geweld bespaart Calderón zijn lezers niet. In scherpe en duidelijke woorden schetst hij de gevolgen hiervan voor de individuele slachtoffers en voor het land. Hiermee lijkt hij een politieke aanklacht tegen zijn land niet uit de weg te gaan. Maar het onderwerp van Calderóns poëzie kan ook intiem en klein zijn. Neem bijvoorbeeld het gedicht Transsiberisch, waarin de Trans-Siberië-express voorgesteld wordt als een route, of eigenlijk een afwezige route tussen twee mensen. En tegenover de gedichten over de eerder genoemde grote kwesties staan ook gedichten die reflecteren op het ik van de dichter. Iemand van wie ik het alternatief ben bespiedt me in de spiegel en imiteert één voor één zelfs amper zichtbare trekken. De gelijkenis, de precieze reflectie, niet ik, maar evenbeeld van de ander. Welke thematiek er dan ook centraal staat in het werk, of in zijn gedichten, de gedichten zijn altijd erudiet. De gedichten zijn doorspekt met historische en literaire referenties, van verwijzingen naar Azteekse verhalen en mythes, tot literaire figuren als Dantes Beatrice. Bovendien mengt Calderón verschillende taalregisters, van Amerikaanse krantenkoppen tot Azteekse geschriften. En deze verschillende lagen van taal laten zien hoe de koloniale wereld zich pal onder de oppervlakte van het hedendaagse leven lijkt te bevinden. Dit alles levert een poëzie op die als een verkenning is van uiterste. Spannend, scherp en altijd treffend. Graag uw aandacht voor Ali Calderón. Thank you so much for being here. I'm so happy of being here in Poetry International. I think that you must be proud of have this wonderful poetry festival, one of the most beautiful festivals I have ever seen in my life. Very good and clever festival. So thank you. Thank you, Feline. Thanks to Bas, to Jan, to everybody in the staff. I'm gonna read several poems with different tones from a different time. I think each poem has its own poetic with a different intention. So I'm gonna read different poems, different tones. Transiberiano. Diariamente 10,000 kilómetros recorre el tren transiberiano para llegar de Moscú a Vladivostok en Siberia. Nosotros habitamos la misma ciudad y todos los días nos cruzamos por la calle, pero nuestro encuentro es más frío que una noche fría de Siberia y nadie todavía construye el transiberiano que conduce a ti. I guess
One of the most important questions nowadays in poetry is try to answer one question. Who are we? What I say when I say I? What do I say when I say I? It seems so easy to answer that, but it's not easy. And I guess it's the main question in poetry since Homer and the question that all poets try to answer. Thinking on that, this poem. Alguien que no soy yo y en todo idéntico es a mí mismo ronda mis pasos y me sigue. Otro es el que enuncia mis palabras y rubrica mis actos. Mi memoria es recordada por otro, otro es quien tras mi ojo atisba. Alguien de quien soy alternativa me acecha en el espejo y calca uno a uno aún los más imperceptibles rictus. A semejanza y preciso reflejo no soy yo, sino del otro imagen. I think a place is, above all, a state of mind. Following this idea, two poems. The first one, Constantinopla. Edirne Capi, siglo IV, una iglesia bizantina. Afuera las murallas de Teodosio son solo polvo, ruinosos cimientos. Iba mi abuelo anciano siempre a Nuestra Señora del Carmen a las 11, comulgaba, oía solo misa. La luz de los vitrales cae sobre los frescos, es Jesús. Multiplica los panes, hay algunos pescados, también cestas vacías. Alguien a mi costado dice Dios, pero en el nártex nada suena sino el eco bajo la indiferencia de un Cristo pantocrátor. El tiempo ha desgastado los cristales, diminutos mosaicos. Donde estuvo el bautista se revela una capa de arena y argamasa. El muro fue dorado y lapislázuli. Ahora el alquitrán, oculto 15 siglos tras figuras de apóstoles y santos, es el amo y señor del Paraclesión. Bordean yeso y cal oscuros signos griegos. Venid a mí los agobiados, dicen las inscripciones, difusas, invisibles casi, las cuarteaduras. Se descascaran bóvedas frente a la sanación del paralítico, los ladrillos, la piedra. Es entonces que pienso en los versos finales. Mi padre contestó, es solo el decorado, la escultura eres tú, y me señaló el pecho. The other one, Sarajevo. El viento es frío, quema y hace temblar a quien aguarda el sordo paso del tranvía. Los ancianos reclinan la cabeza en el vidrio, el tedio de vivir les surca el rostro, empañan los cristales con miradas perdidas su lejana indiferencia. Es Sarajevo, el sol se encaja en los disparos de mortero, las ruinas, las fachadas. Hay una transparencia que lastima el vuelo, el rumbo de las aves. Lontano las colinas y al acecho caen sobre el Sniper Alley. Nada me asombra ya ni me resigna si dices que te vas, que solo sabes irte. Las aguas del Miljaca corren de pronto envejecidas, oscurecen su paso bajo el puente de Príncipe. De un disparo perfecto asesinaron aquí a un archiduque. Nosotros hemos muerto hasta el hartazgo muchas vidas juntos. En el umbral de una iglesia ortodoxa alguien observa cómo se consume la luz de las candelas. Extintas y alasteas se remueven, ha quedado vacío el quirostatis. Welcome to hell advierte en grafitis de otro tiempo. Del infierno no queda sino esta lenta calma prolongado después que nos habita. Los gatos surgan en bolsas de basura. Crece la hierba en lápidas de parques cementerios.
ha cruzado el tranvía, deja un estruendo, el temblor del aire tras los rieles. Quizá un recuerdo. Nada. Another tone, maybe a little following the surrealism. In Mexico, surrealism is so important. André Breton, you remember? André Breton used to think that that Mexico was the home, the homeland of surrealism. Everything was surrealistic there. And when André Breton knew Octavio Paz, he told him, "You are the following. You are the guy that is gonna follow with surrealism after me." So it was a great honor to Octavio Paz, and Octavio Paz followed with these ideas of surrealism, and Octavio Paz is a big shot for the poetry in Spanish. In that tone, ahora que la noche es una flor carnívora de sombra y que todo destello en la negrura invoca antiguas llagas que humillaron la carne, ahora que silencio y día son la ceniza que me habita estarás, collar de flores y rasguño atemperada, ignota en otras manos. Deslazado por el viento y esparcido, un escándalo descenderá por tu cabello, se agitarán tus pendientes al terso ritmo de tu risa, y ahora será un punto en el tiempo plegado para siempre entre nosotros. Ahora tus tacones de alta aguja inundarán la casa con su eco. Ensayarás el gloss de escarlata tono, el escote sport, las fragancias de discreto dulce. La distancia será la hora que se extienda hasta más allá de lo tocado por la vista. Y ahora, mientras me consumo en el aire enrarecido y desmaquillas en lento espiral tus párpados, arde tu desnudez bajo mis párpados. Ahora que tu nombre está rodeado de polvo y de mutismo, que no mudarán en carne mis palabras nominándote, que presagio serás inacabado y no habrás de aparecer de pronto si te pienso, ahora, justo ahora, ahora me quiebro. And the last poem, with another tone. You know, in Mexico, we're living a lot of violence, and a lot of people disappearing. Mexico is a big cemetery, and with a government with a lot of corruption and a lot of problems of poverty. People living with $1 per day. A lot of girls are being murdered in Mexico each day. Seven women are dying each day in Mexico, disappearing 7 days per day. And so how to tell the reality that we are living in? A lot of drug, a lot of cocaine and marijuana and amphetamines, and what you want to get, you can get an experience. If you want to buy a bazooka, you can buy a bazooka or something like that. A Kalashnikov of what you want. Everything is available. How to tell this reality? So all the poets are trying to find the devices to write what they are living. One possibility, for example, a lot of poets are doing that, is searching in history, in different kinds of writing, inspiration to do this job, this task. For example, this poem, talking about a lot of people dying. I was thinking, when in Mexico we saw this kind of violence? And I remembered, oh yeah, before Spaniards came in the Aztec Empire, they were making a lot of human sacrifices. When they opened the main temple in Mexico City, the old Tenochtitlan,
They killed, they sacrificed, the Aztecs sacrificed 80,000 men. So I said, yeah, it is happening now again. As Marx said, and Hegel, the history is coming back. And using the language of the chronicles of the Spaniard conquerors that are amazing, trying to get the Roman admiratio, this poem. The second part of a poem entitled Mexican Democracy, the second part. Subimos las 114 gradas longas de aquel Q. Sus piedras ennegrecidas nos quemaron las manos de tan ásperas. Vi de allí los pueblos comarcanos, el tianguis de Ocote y Tigres, Tlatelulco. Fue desde la placeta que muy arriba se face que oteamos el agua dulce que se viene de Chapultepec. Iztapalapa, Tlacopan, Tepeaquilla, todo señoreado por nos ojos. Tornamos las espaldas y vimos a constelación, bultos y cuerpos de sus ídolos, malas figuras, todos de muy mayor estatura que un gran hombre y contrahechos de arcilla y masa y de legumbres, amánsalas con semillas y sangres de cuores despojos humanos, ancital farina. En una torrecilla y apartamento a manera de sala, dos altares, dos bultos, dos altos cuerpos, harto astrosos uno de ellos, Huichilobos. Tenía la su cara y rostro muy ancho y los ojos disformes, espantables. Untado el cuerpo de engrudo y raíces y aljófares, sangre y otras varias excrescencias. Y colgantes ceñidas al plexo unas caras de indias arrancadas a sus cráneos, tantas para vangar un roble. Y acesando por los humos del sahumerio he visto todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras y plasma a sí mismo en el suelo que un rastro no exardece tal hedor y catadura. Y allí tenían un atabor de cuero crudo el áspid que cuando le tañían, tal era la tristura de sus tumbos, los infiernos se allegaban. Tomaban los cinco, dos por las piernas, dos por los brazos, uno más por la cabeza y otro poste mailandre rajábales, con ambas manos pedernal a modo de lanzón los pechos y por aquella abertura metíale la mano y le sacaba el corazón. Y el cuerpo desasido en oscura laceria, descoyuntado era comido de todos y los basófilos tomados granate y bermellón los rostros, purpurecidos cientos de azumbres de aloque caudal hasta la plaza. Y echaban los restos a rodar, y otros eritros y vestían sus pellejos, los muñones, los tajos, carne viva, linfocitos. Derramaban también sangre los sátrapas fuera de los cúes. Frente al huichilobo cien de cuello, tiernas cabezas de hombres, hirsuta, pelambrera, desmembrados los coágulos, muslos y antebrazos, tibias, allí asoma el hueso entre la grasa y la carne. Después aislante cinta le rodea, narices esnifadas, bocas y de unos puentes entonces los ponen a colgar. Y el viento de las madrugadas desbravó sus fauces, envueltas en bolsas negras, allí vienen los retenes. Oído he decir que millones de matíes y también normocromáticos derraman las testas cercenadas que se apilan sobre tórax cuya carne se remueve al contacto solo de los dedos. Y allí abdómenes, mamas, huesos frontales, ojos, axilas, sanos, páncreas, rafagueados, pudriéndose en los belfos de las ratas, señoras de esta tierra. Thank you. Ik zou zinnen willen schrijven die in elkaar passen als matroeska's. En met luchtig in elkaar passende zinnen meld ik me bij de verscheidene fases van een fictieve jeugd. Dit schrijft Marie de Quatre-Barbe uit Frankrijk in haar serie Clint Eastwood. En deze regels lijken een kern te raken van het werk van Marie de Quatre-Barbe.
De zinnen in haar proza-gedichten lopen niet altijd vloeiend in elkaar over, maar worden als het ware in elkaar geschoven. Een regel breekt soms af, wordt niet meer opgepakt of krijgt een volledig onverwachts vervolg. Hierdoor ontstaat de luchtigheid die zij zelf in het citaat benoemt. Er is ruimte in haar werk. Ruimte voor interpretatie, voor associatie, voor verbanden. En ook klank, humor en woordspel krijgen hierdoor ruim baan. De verscheidene fases van een fictieve jeugd uit het citaat wijzen ook op een belangrijk aspect aan dit werk van de Katrebaup. In Clint Eastwood worden beelden van een kindertijd opgeroepen. Flarden van jeugdherinneringen. De kindertijd leefde in de wc van een huis dat kleiner was dan de meeste huizen, schrijft ze. Doordat de regels in het werk niet altijd op elkaar lijken aan te sluiten en een vaste narratieve lijn ontbreekt, wordt dit idee van de herinnering, die ook vaak gefragmenteerd en onaf is, nog meer versterkt. Maar niet alleen zijn er beelden van een kindertijd. Ook lijkt er sprake van een liefdesrelatie bijvoorbeeld. Autobiografische elementen, zo lijkt het, maar zoals de Katrebaup zelf schrijft, kunnen deze elementen net zo goed fictief zijn. Want het perspectief wisselt continu, waardoor je nooit zeker weet wie het is die spreekt. De narratieve flarden zijn niet van één persoon afkomstig. Hierdoor zijn er steeds meer betekenislagen in te ontdekken, maar soms word je ook weer op het verkeerde been gezet, wat vervreemdend werkt. Deze poëzie geeft weinig houvast. Hoewel de samenhang hierdoor en door de afwezige narratieve lijn lijkt te ontbreken, blijft het werk toch een eenheid. Door de herhalingen, het terugkerende woordspel, de zinnen die later toch opeens weer worden opgepakt. Misschien wel zoals in Matrushka, valt er in dit werk bij het openen steeds meer en meer te ontdekken. Graag uw aandacht voor Marie de Katrebaup. Bonsoir tout le monde. Thank you very much for having me here tonight and for all the beautiful discoveries these days and beautiful moments which each of you. I'm very happy and proud to be able to read two poems actually tonight. Sometimes people say my poetry is a bit strange, and well, probably they are right. But you know, this morning I was walking in Rotterdam along the bank of the river, and there were so many strange things actually. For instance, this very big yellow dog on a boat, lying on a boat, and just next to him a tin metal kettle, like maybe he was going to have a cup of tea or something. And just behind the dog and kettle, very old-fashioned apple green car. Well, so I guess there is some strangeness in this world. Des hasards objectifs. Clint Eastwood. En rangeant des affaires, je reconnus le regard de son chien dans celui de Clint Eastwood. C'était une tasse japonaise en porcelaine découpée, dans la tasse japonaise qui... Les enfants furent les premiers. Ensuite, il y eut une berruche à laquelle elle disait « Il est tard, rentre chez toi ». Elle avait peur quand j'étais seule et que la nuit tombait. Le mois qui précède, elle se souvient que je l'ai appelée un soir dans le parc désert. Les lumières clignotaient, mais j'étais ivre. Lorsque s'effondre le meuble dans lequel elle range les tasses japonaises offertes par Mémé, précieusement, je conserve les larmes où je les imagine. À la voir, en cette fin d'après-midi, la totalité la voir, elle s'est arrêtée devant l'inscription qui la donnait pour super, excellente, mémoriale. Dehors, la fumée d'un champignon improvise la fumée qui monte d'une étagère. Je ne peux dire si elle fut brève ou bien s'échappant d'un plan extrême de netteté. À l'avoir échappé, le mouvement fut. À la fois, c'est la nuit. Les pleurs se tiennent en équilibre au-dessus du drap vertical. Les cils battent la fumée à la recherche d'un conflit plus extérieur. Constante est un nombre incalculable de fois.
Je ne dis pas qu'ils constatent la disparition. Je dis qu'ils ne sont pas sûrs s'ils la voient. Couper les cheveux de grand-mère avec des ciseaux de couture se révéla fort simple, en dépit des ciseaux qui n'étaient pas faits pour cela. De la lingerie démontée point par point, on compte les ronds aux noms effacés. Le livre, multiplement annoté, les phrases dans les marges reprennent les marges du texte. Je crois qu'elle parlait d'une poupée dont le corps était comme « Momoué, c'est l'objet de mon trouble ». Avec lui, je m'imagine un compagnon qui me rapproche d'autres noms que lui-même. J'aimerais écrire des phrases emboîtées comme des poupées russes. Loger dans leur ventre de bois creux, un secret peut préserver, une rose est dans une rose, une abeille dans une abeille. J'ai rêvé qu'on t'avait monté la tête à l'envers, si bien qu'il fallait te tenir l'épaule pour que tu ne tombes pas la tête renversée. Celui qui ne dit rien, là-bas, ton visage parle pour lui. À chaque fois que je te regarde, quelqu'un court sur ta coiffure. On s'habitue aux écritures penchées où il n'y a plus d'enfants lorsqu'ils sont devenus grands et que leurs yeux reculent dans le visage. Tu parles d'une image aux chaussettes tire-bouchonnées. La faïence n'a pas de plis, le corps est celui des étapes précédentes avec le rire qui fut le son qu'elle produisit. Il y a le scandale d'une possession, le choc invité à ma table, puis une autre partie commence. Nous nous occuperons du squelette, petit. Je ne suis plus celle que j'étais, comme je fus l'enfant d'une seule fois. La ronde des chaises, assortie, vide, sur lesquelles le programme n'assoit rien, refait la disparition dont nous tenons les premiers rôles. Ce visage qui fut le mien, frotté très fort au mustela, contient la somme des visages collés. Et le gâteau d'un moment revient, avec les récipients troués, je les versais, je les versais. Tu t'improvises, m'invente une joie. Si ce courage est le mien et que tu serres ma main fort, la couleur s'approche de plusieurs reflets à la fois. Je forme avec la bouche le mot de quelque chose, je me dé-remémore. Une trouée s'accentue. Si souvent qu'ils s'ennuient, les enfants devraient dire « Nous sommes les figurants d'un parage de fiction. Nous nous pré-promenons. Allons-y gaiement, allons-y, ne refaisons pas les fous. » J'ai reçu la bande audio d'un copain, à la fois proche, et ses gestes sont les miens. Quant aux miens, je m'accorde à ce que nous avons de commun. Si souvent qu'ils s'ennuient, les enfants devraient dire « Nous sommes les parages, nous sommes les figurants d'un parage de fiction. » Assez de vie pour décider d'une fois autre. Le cordon de la salle de bain, au bord du récipient, maintient le chien dans son état initial. Ensuite, les animaux disent « oui » aux enfants de conserve. Ce que les armoires connaissent de nos jouets, quand ils ont rejoint la colonie. Suit le plan où l'on regarde, il y a plusieurs fois la même main à la pliure. Pourtant, l'espace n'aperçoit pas de l'autre côté comme la poupée se tient et l'enfant croit. Entre ici et la chaise assez vide, suffisamment lui revient pour céder une fois autre. Les enfants actés se préparent familièrement à verser dans l'acte de violence. Par la vitrine des tasses brisées, l'attention ne faiblit pas. Manquer se présente comme une image juste à l'intersection de celles, des images ou des actes qui sont des enfants. Assez vivement, les petits poissons blancs, leur solitude est un recoin dont l'œil sait quelque chose. Pourquoi chercher des prétextes quand déplacer la position ne résout rien? Mes chaussures sont des classements, elles font entre elles comme la course. L'enfance vivait dans les toilettes d'une maison plus petite que la plupart des maisons.
Sur la tapisserie, des formes récitaient des extraits du dictionnaire que je prenais pour des images. Si je pense aux larmes qui suivirent les brises et fracas, comment savoir quand c'est son tour de pleurer? Certainement qu'un dernier souffle signala qu'elle était décidée, alors qu'aucune autre sortie ne communiquait avec la chambre. À la voir, je me suis dit, son œil est d'or et sa bouche un secret. On l'habilla d'une robe qui lui allait, on coiffa ses cheveux que j'avais coupés. Puis, l'enfant quitta sa cage et s'excusa d'un oubli. Je me promène sans doute dans cet oubli-là. J'entends sa voix quand je regarde par hasard du côté où elle se trouve. Parfois, je ris sans le savoir. Par emboîtement léger, je me présente aux plusieurs étapes d'une jeunesse fictive. Le regard n'a pas de bras pour désigner ce qui arrive dépend de beaucoup. Puis c'est le col, déplaçant la bretelle, qui indique une direction que la poupée suit. De la disparition, je conserve les angles seulement. Depuis qu'une alarme fut posée, elle parlait de l'intérieur de son ventre. Je ne me souviens pas d'un autre temps qu'il y ait eu, si bien que la manière dont elle me voit constate, en fin de compte, je n'y suis plus. Je ne suis pas là lorsqu'elle me quitte. Je dors dans un train. Je ne suis pas bien grande. Comme il est dangereux parfois de contempler là où la face est réversible, il faut conjurer ces moments-là. Va savoir s'ils existent. Le trèfle. Au bord, parfois très pentu où je me penche, je m'en vais m'aligner sur un espoir plus grand. Ajuster ce qu'il faut voir peut retirer à tout moment ce que le bras donne, la main le reprend. Le jour de son départ, l'œil voulut simplement faire le point, prolongeant cet état où la main refait le trajet de point fixe. Ici plonge en avant un point où visiblement se précise. Au bord parfois très pentu où je me penche, je m'en vais m'aligner sur un espoir. Si courir est à courir, maintenant la main veut. Si courir est à maintenant ce que maintenant veut la main, et si la main reprend la main reste en la main. Je ne sais pas si demain nous aurons à tous les coups les chances, une fois dit « nous aurons ». Je ne sais pas si demain nous aurons le courage de dire « nous », une fois dit « nous aurons ». Mais si nos vivres sont suffisants, il est certain que nous aurons tout ce qu'il faut nous appartient. Et si les moyens nous manquent, une fois dit « nous aurons », si les moyens nous manquent, il est certain que nous manquerons au manque. Sur le chemin de la fac, je m'allonge dans l'herbe, je m'allonge et l'herbe me tend les pieds, les mains, je m'allonge et je me baisse, et mon regard devient ce qu'il est. Je m'allonge et mon regard devient ce qu'il est, à la fois ce qu'il était. Je me penche sur l'herbe, je m'allonge, je me baisse et je m'allonge plusieurs fois, et je m'arrête plusieurs fois, je me penche plusieurs fois, je m'allonge plusieurs fois sur le trèfle et je me baisse, et mon regard devient ce qu'il est. C'est la première fois que j'en vois un de trèfle et j'en vois un, plus un, plus un, plus un, plus... Si je le cueille et le place dans ma main brille, si je le cueille et le place dans le médaillon que je possède aussi, dans la réalité je le possède aussi, je me penche et je m'arrête plusieurs fois, je m'allonge plusieurs fois et je compte les feuilles au trèfle et j'en vois un, plus un, plus un, plus un, plus... Lorsqu'à la place de ma main brille le médaillon que je possède aussi, dans la réalité je le possède, c'est toi peut-être. C'est toi peut-être en plus petit. Ou bien c'est toi ou pas plus grand que toi, comme quelque chose s'est peut-être glissé à ma place, quelque chose que j'avais glissé à ma place, ou peut-être juste à côté de ma place, sans savoir au juste où se trouvait ma place. C'est si petit un trèfle à 5, 6 ou même 7 feuilles. Depuis pourtant rien n'a changé, rien ne m'est arrivé de terrible. Mais si je le jette ou l'offre à quelqu'un qui le désire, si je le donne à quelqu'un qui le désire et me l'arrache, c'est toi peut-être. Depuis pourtant rien n'a changé, rien ne m'est arrivé de terrible, même si parfois je rêve qu'on me l'arrache et je le donne.
Mon trèfle a un, plus un, plus un, plus un, plus. Parle vite, si vite, il me dit qu'il est rare, d'une rareté telle qu'il me faudrait l'extraire de quelque chose de plus vaste et le comparer à ceci que je n'ai même pas en rêve. Il me faudrait l'extraire de quelque chose de plus vaste et le comparer à ce que je n'ai pas. Ou simplement, je le coupe en deux, comme il est évident que je coupe toujours tout en deux. Si je conjugue ces moments hors de moi, passés si loin de toi, avec ce loin qui est « je vois » et toi qui es si loin de moi, et plus ces moments-là sont lointains, plus ils existent en dehors de moi, mieux je les vois. Comme parfois je te sens vivante, je te cueille et j'en ai plein les poches. Ce serait une belle idée de remplir nos poches de toutes les présences qu'on aurait connues et perdues pour les retrouver. Et quand je marche avec au-devant toi, quand je marche aveuglément, empégué dans mon ombre qui est mon projet, aveugle et aveuglé, les papiers collent à ma marche ou crépitent au fond de mes poches. Mais moi, ça ne me dérange pas, tu sais, quand quelque chose s'échappe de mes poches avec ton rire qui vient vers moi. Si je conjugue ces moments hors de moi, passés si loin de toi, à la fois je les pense si fort, je les cueille si fort et j'en ai plein les poches. Et je marche avec mes poches qui crépitent d'une manière totalement nouvelle. Car dans mes poches, il y a des bombes qui sont des sons, et à la fois des bombes et des sons compris dans des sons. Comme parfois je me penche au bord de toi et qu'il est tard, si tard, les sons éclatent une fois pour voir, et toutes les fois de chaque fois que l'on marche ensemble, ils éclatent. Pour nous qui ne sommes qu'un instant doués de vie, ce sont de justes sentiments, de tendres sentiments de l'un vers l'autre, tendant si loin de l'autre. La loi est réversible qui dit que deux va de face et un de côté. Alors elle tangue la possibilité tant qu'elle est là, et comme c'est bon d'être là avec elle, tu t'imagines comme c'est bon le spectacle de voir à ce moment-là ta vie entière contenue. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est à la fois tout de suite et qu'ainsi de suite elle est à la fois le meilleur et le pire des joues, comme chaque fois qu'elle veut marcher avec toi et que ta vie s'arrête. Il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de doute qui se découpe en plus petites unités. Il n'y a pas de détails que l'on puisse réduire à de plus petites unités parce qu'il n'y a pas de détails moindres. Il n'y a pas de détails hors des faits, ni de faits hors des détails. Hormis peut-être des détails, il n'y a que des faits. Il y a ce qui se dit et s'accroche. Il y a ce qui se dit et s'accroche à son immédiat entourage. Il y a de petites perturbations dans l'air qui engloutissent à la fois l'air et les pierres et les recraches. Il y a ce qui se dit, qui est limpide, à condition qu'une source de chaleur les touche. Le moment où les larmes vont couler est le seul moment juste. Et si elles coulent, les larmes, même avant qu'elles ne coulent et ne se forment au coin de l'œil, elles dévient à partir de cet œil et roulent le long du cou et le reste du corps, alors que nous voudrions contenir cette rivière de larmes, nous ne le pouvons pas. Il y a de l'abus dans l'air, il y a des pensées abrégées de leurs possibilités, il y a le tir tac-tac des mitraillettes qui dessinent de jolies machines dans le passé. Nous ne ménageons pas nos efforts pour tenir tac-tac dans le balai mobile, nous nous battons. Parfois, nous manquons à nos vivres, mais nous nous battons. Et tandis qu'ils débarquent nos vivres, tandis qu'ils versent à terre nos faibles densités et que l'air se retourne sur lui-même, nous nous battons. Et nos larmes n'ont qu'un visage. Elles sont des pierres sur nos joues. Comme jamais les pierres ne cesseront de rire des plus petites pierres et de produire à leur tour des pierres de plus en plus petites et isolées et les larmes de couler avec la régularité d'une pendule d'eau. Il n'y a pas d'effet secondaire, juste des effets de peau. Vous voyez ces maisons, la verdure ? Si vous restez près du buisson, vous voyez le buisson sur le toit de la deuxième maison. Il ne reste rien là-bas, sauf les trous et le camion rempli d'eau. Après la maison, à côté du buisson, il y a le trou. Je l'ai survolé l'autre jour. Quand on le survole, on voit que tout a disparu. À la fois, je veux bien que ça disparaisse. C'était pas beau. Regardez à l'intérieur de la maison, au moment où le camion va passer sur la parcelle et dans ce bâtiment qu'ils ont fait ça à nous. Ça a chauffé dans l'air. À ma très grosse surprise, à ma grosse tête gonflée d'hélium,
à cette enfance au courroie lâche, à ce qui tremble et s'est jeté sur nous, à cette surface tangible, de contact, préhensible, à ce geste où je te touche. Mon corps est lourd à cause des mille trèfles qui bondissent à l'intérieur. Tu te diffractes, mais tu tiens bon. Dans la pénurie des vivres, je refais les jours et je tombe dans une musique autrefois douce. Comme la plus grande des soifs s'est probablement tarie, ton scintillement n'était pas vain. Avec cette légèreté qui remplit l'air à nouveau, vite, cinq ou six petits bouts de trèfle à moitié coupés dans la bouche. Thank you. Door de afzegging van de Amerikaanse dichter Patricia Lockwood vanwege familieomstandigheden zaten wij een week voor het festival ineens met een groot gat in onze programmering. Nou, met veel plezier vernamen wij toen dat de volgende dichter, Marlene van Niekerk, deze gehele maand in Nederland zal zijn en haar nieuwe bundel zal presenteren. We zijn dan ook erg blij en trots dat zij vanavond hier aanwezig is om onder meer uit die bundel te lezen. Van Niekerk schrijft in het Afrikaans en van de gedichten die zij vanavond zal lezen bleken nog geen Engelse vertalingen te bestaan. Gelukkig heeft de geweldige David Colmer deze gedichten in slechts een paar dagen naar het Engels kunnen vertalen. De Zuid-Afrikaanse Marlene van Niekerk is dichter, romancier, universitair docent en filosoof. Haar poëziedebuut is verschenen in 1977 en zij verwierf grote internationale bekendheid met haar roman Agathe, die een nominatie voor de Man Booker Prize ontving. Van Niekerk is een van de belangrijkste Zuid-Afrikaanse schrijvers van dit moment. Haar nieuwste dichtbundel In de Stille Achterkamer bestaat uit ekfrastische gedichten. Gedichten die gaan over een beeldend kunstwerk. Visuele werken krijgen hierbij een nieuwe, nu talige vorm. Van Niekerk liet zich voor deze bundel inspireren door stillevens van de Nederlandse kunstschilders Adriaan Korte en Jan Mankes. De verstilling in het werk van deze schilder staat in contrast met de politieke tumult en onrust en de beladen geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid waar het werk van Niekerk duidelijk in geworteld is. Ook bestaat er een contrast tussen de stilte in deze kunstwerken en de energie die van Niekerk in haar dichtregels legt. Haar poëzie vormt een dynamisch gebruik van taal en een wervelend onderzoek naar wat wij beschouwen als de realiteit. Haar poëzie laat je beter kijken naar de wereld zoals zij die oproept en naar die van jezelf. Jij vult de lijst compleet alsof je plots in een cul-de-sac tot stilstand komt. Ik ben het naar wie je van zo dichtbij kijkt. Ik hef mijn hand, niets anders valt mij in dan jou recht aan te kijken en te groeten als een soort verwant. Spreekt van Niekerk tegen een zelfportret van Jan Mankes. De ekfrastische gedichten beschrijven niet wat het beeld laat zien, maar brengen een narratief en een persoonlijke menselijke stem aan in de verstilde beelden. De bundel van Niekerk In de Stille Achterkamer wordt op 6 juni gepresenteerd bij Boekhandel Atheneum in Amsterdam. Maar ik ben trots dat zij eerst hier is. Dus graag uw aandacht voor Marlene van Niekerk. Dank u wel voor deze introductie en dank u wel aan Jan Baken die mij hier uitgenodigd heeft. Dat vind ik een heel grote eer om te mogen lezen. En ik zal 5 gedichten lezen uit een vroegere bundel en 5 uit de nieuwe bundel die vanavond aan mij overhandigd is. De eerste exemplaar door Annette Portugies die mijn uitgever is die hier ook vanavond is. Allemaal zeer speciale mensen zijn hier, ook de vertaler die meehielp aan mijn bundel hier, die daar zit, Henda Strijdom. En ik lees als eerste een gedichtje over een vogeltje. Bij ons zijn die dingen heel vitaal en heel liefelijk. En het heet Ochtend van een waterfiskaal. Allagot geglip uit die knikkels van hierdie kantse koskans en haansmaker, wip die waterfiskaal die ochendkier in.
kaneel van verbazing op sy bors. Onder sy kruidnagelkluikjes, die rinkink rille, spiksplinter spiewende dwarse vierzand, tinktuur van manelkoek geveer op sy flanke. Strak in die wrak, die keil plat gekam, akkelief hy oor die akkers tot die waterkant. Kyk, triljarre klein en groot verskale in die spiekspiegel, Hokai koort de kansvatters, wat hy konter met pronkstand akimbo, knipstert naar die kindlig in die oeverkrui en wegstaan, kyk so, ene olle wagen onderbaadje. Hy is die een en innigste god ontglipper, hier in die prul wilde hoogmakerson. Tewiek in sy keel, sit sy roepnaam, Tewiek soos 'n klok in die bergkut, Toes van die mondzachte moren. Het tweede gedicht is een gedicht die geschreven is bij het afsterven van Mandela. Er zitten verwijzingen in dit gedicht, die ik nu niet allemaal ga uitleggen. En misschien moet men wel zeggen dat Mandela heel lang op zijn sterfbed lag. En ik denk onder andere wegens politieke redes heel lang moest wachten totdat ze hem eigenlijk liet gaan. Hamba Kakuli Madiba, dat betekent go well, goede reis, Madiba. Jij zal ons niet meer horen, Tata, ons wat nekke rek naar waar jij glip. Zwart pimpernel, die bres wat je geslaan hebt in die geschiedenis, die recht waar je voor gevecht hebt, vrede met de scherp wit pruk van waarheid tussen goudgeel bloeiseltrossen. Ons wat zwak begaaf is in die groenkrijf van weerstandigheid, wuif jou vaarwel uit bergpoorten, vliegtuigen, uit blauw plastic stoelen langs die pad. Ik heb mij ingedenkt die laatste maanden in die suising. Die vervagende klanken, die gestommel om jouw bed, jouw borstkas smachtend in grauwe pyjama's, jouw kneukel ingesteekt met soute waarmee hulle jou wou wakker hou, het damp wat jy moest asem door een laatste strak gebinde masker. Ik raak nog even aan jouw sleutelbeen en jouw fleure oorhemd van vredehouwer. Rol die lach tinte tot die kraag toe vastgeknoop. Voor jouw uitvaart wil ik nog sê, die gewrig van grijpsig en geheime, van skrik en rondkijkprins, voel mij steeds killer. Die vlag wat jij gehuis het, slap. Dis nou een flauwer, lauwer wind uit kwaaier, hulpelozer haarde, wat teen die kind, die vreemdeling, die vrouw se voorkop blaas. Fijnbos en rivieren, die tenger pikkewijn gemerk met konterskadies, kwijn weg hier in ons vaderland. Jij weet het al. Het is nou te laat. Jy moet nou gaan. Hier in die hoogtij van de suidersomer toef jou Christmasrozen op mijn tafel in een vaas. Hou kleuren vee ik in een lapzak wat ik naar die bergstroom draai om te gedenk. Jouw zonsopkomst, zijn glimlach, jouw skuifeldans, jouw tronkdakse tomatieplanten, jouw woorden in die hof van Europees vergeefsheid, zakdoek aan die brouw, tegen die verboden wat je nooit wil geloof. Jouw vuist op die balkon, hoog uit die mouw gesteek in 94. Hier die beelden uit jouw dapper mars, jouw spoor verkwik door die douw van vergifnis, jouw vertrouwen in wat moontlik was, hier die helder kroonblare strooi ik voor jou, Madiba. Net één keer het ik u ontmoet. Ik zal nooit vergeten, nie nooit wat u gesê het toe. U het die sin begin met ons. U een hand vriendelijk op mijn schouder. Die derde gedicht, Komini. Wolkenkoppen, bollend wit en groen vroegzomerriet, en gras raamhoog en onderom die steenblauw plas. Aan die waterkant zie ik een man, zijn haren wit en vol, zijn schouders broos en blauw denim, hij zit te pijns, roerloos stil. Die neiging van zijn hals dui onuitspreekbaarheden. Ik sta en kijk om op die rug, die water en die wolkenlucht herrangskik mijn gezicht.
my pupille rug die zweefzaad van het distelbloem naar binnen, vanuit mijn heupen in die woekerkruid, rank mijn taal die heel al in op zoek naar een gelijkenis. Maar ik zie slechts dat dit hier voor mij is, zoals wat het is. Die kolken van die donderkop herhaal die kronen van zijn haren doos, rimpelen kaats mens en wolk en myriades kleiner plassen rond waar duizendmaal een man vertoef, duizendmaal een vrouw niet nader gaan, om wat die twee gedink wordt te verlos. In een beetje lichtere trant, bejaarde met mobiel. In die blaasgat van die stadskasarm, waar blips en tinkels gloer, glim uit die lipgleef van haar handzak haar eie lui toon in haar oor. Jezus vreeg van mijn verlangen, door haar klein neef ingesteld, terwille van haar hart wat stok van elke ander soort alarm. Zij wordt in transit opgebeld. Wie zal haar zoek in hierdie skrote op skarreling algemeen bekend als tram? In die blik van medereizigers zien zij gedeelde menselijkheid in elke kenwijze gepalm. Die ruising van die zee met skal van Jan van Gent, die stoomfluit van een ketel, die lied van een vagant, waarop een ieder vol devotie zich ver of nabij ziende tot zijn sleutelboord moet wend. Zij frutel in die duister naar haar Finse handaltaar en vat zij glim en trilling raak voor een antwoordoperatie. Haar duim tas na ontvangst en druk daarop ter nauwer nood. Haar oog zoek na een contactnaam, nommer onbekend, die robotische verlengstuk wijs inkomende berug. Een minuscule kaart van haar locatie plus bel te goed op zijn gezicht. Een goeie dag mevrouw ten Kaat, het u een oomblik tijd? Beleefdheid heet die retoriek. Ja, hoe kan ik u van dienst wees? Is daar iets fout? Of is ik gans onnodig bang, begin sy, maar word doodgepraat. Dit is tijd voor opgradering van uw mobiele apparaat. Ons het voor u die nietste op die mark, belijn op elke handicap of ongeluk, van nou af tot die einde. In geval van hartstilstand, gewapend roof of dergelijke ellende, verstaan u voor een vanzelf afwezigheid, te onderscheid van oponthoud. Beschikbaar in die kleinste bijbetaling, stel u belang. Wacht, zei zij, ik is half doof. En lang voorbij mijn afklimstatie zal u herhaal, als het u belieft, en zonder zang of bijgeruis? Zij vat die blinkstronk in die ander vuist, neig haar hoofd en draai bedeest die ander wang. Allochtone anekdote. Tussen zilver lucht en bodemijs zie ik bebril het toringvalk zich steeds verstipter in een hoek vastbid. Ik voel zijn jachtaskese mij innerlijk bespook. Zijn inspanning en focus, zijn volharding. Ik halt blaas wolken wasem voor mij uit waarin het hoopje turf opdoem. Een mol wat achterpoote wip uit vrees, vervasvries of verweer ten reeds bevroren blindheid. Ik poets mijn rechter in mijn linkerlens tot ik die volle ketting zie van oorzaak en gevolg. Uit die vlierbos land waarachtig haaks onder die valken merel wat naar Wurms skrop, in precies diezelfde molsoop wat, die er waarneming dusdanig toegenomen in ontologische gewicht, te samen met Gods kommer oor die kleinste, duidelijk vraag voor een gedug. Maar dan, als pretbederver, hel een fietser met de fluorescente broek, toegerust met MP3, zoemend groen ons tegemoet. Uit zijn smoel komt die gekerm waarmee hij stilte uit zijn oren smoel. Hij rem en glipwiel van die gladde pad tot in die berm. Werp filijn een blik naar mij, wat excuserend wijs, naar waar die merel zoekt, die valk opmuk, die mol uit skop en zwets. Wat sta je, godverdamme, midden op de weg naar niets te kijken, allochtone trut. En zo verban uit ons gedeelde rijk van zin en teken, wijk ik, mijn valk en mol en merel, wijl die heerskap op zijn fiets geep pad onder die vlag van Deus Absconditus. Homo necke ludens necke symbolicus. Onder mijn lamp, een half uur later, vang ik die 2012e Euroburger en pen die foute vlinder op mijn scherm vast.
toch triest, vindt u niet, dat Spinoza lokaal verdwijnt, tezamen met die gulden. En dan lees ik uit gedichtjes bij schilderijen van Adriaan Coorte. Die groot narciste van die see is nogal ruim van lek, lijkt het. Wil jy beweer, mens kan soos Afrodite met de briljante stekelkam jou blonde vleg ontwar, of met de brede toeter op Poseidon een lofrijke repliek trompet? Of tref jou commentaar alleen die mark, waar luipaard kauries fortuine in die handel werd, getand van gaap en fijn gevlek, die ijdel smoele van die snobs versterk? Ik skat, jij wou maar net verklaar, die kleinkies laat die heel al praat. Son, slijm, zout, kalk, niks zeggend en perfect. Hul draai die rug, hul gee geen kik, val bij voorbaat voluit op hul bek. Die tweede gedichtje over Coorten. Ik ben trouwens niet de eerste die over Adriaan Coorte gedichten schrijft. Er is die prachtige reeks van, daar vergeet ik zijn naam, Favory, Hans Favory. In een vrij surrealistische en veel vrijer, denk ik, associatiever vorm. Maar goed, zo vinden wij onze antwoorden op deze prachtige schilderijen. En iets van die precisie waarmee jij elke fase van die vrucht verbeeld, van knop met vruchtbeginsel wat heel boven aan die stengel zit, tot die blom, se wit signaal en hangend vol rubijnen rondings elk geskitterskip tot de relief van zaad, vermoed ik een apteker. Met sinaber tot vermiljoen verstuif krijg jij die ondergrond opaak. Cochineal van die scharlakenluis kwas jij nat op droog en transparante zwemen. Laastens eerst die tijdzame filtreer van furanen, esters, terpentijnen. En zo uit verf en vruchtenpulp verkrijg jouw farmacon als dubbelgif tegen die zwartgalligheid. Bij die aangeef van die stijfgekurkte erdevlees met in jouw krulschrift op die etiket Fragaria Fesca onthul je jouw occulte achterkamer. En zien hoe voor jouw zeekse stuk, een oomlik goed verlig, die patiënt gefascineerd wil nader gaan en dan, alsof versteend, in die band daarvan blijft staan. Als hij verbaasd blijft kijken, wijs jij stil, sluk en luister maar. Jouw goede vriend komt stram van dramatiek orent met toonaal stikkend op die vloer, vertrek hy dier die binnendeur, die zwart haar hond, wat dikwijls heet, verlangen naar ontroostbaarheid. En dan uit die reeks bij de Mankes schilderijen. Bij de zelfportret. En hier ben ik ook niet de eerste die bij Mankes schilderijen gedichten schrijf. Er is een prachtige gedicht van Willem van Toorn, heel beroemd Nederlandse gedicht over het kleine witte geitje. Bekende schilderij van, misschien de meest bekende schilderij van Mankes. Jij vult die raam compleet, alsof je eensklaps in de doodloopstraat tot stilstand komt. Het is ik naar wie jij zo van dichtbij kijkt, zoals naar een muur met een gesloten hek.
Op jouw voorkop een bijziende frons, die weilanden tot aan jouw nek. Ik ruik die zwemmen uit jouw schilderskiel, gimmer, motbal, terpentijn. Die donker vlinder om jouw hals, het dun verloer wat hoort bij ondernemers. Ik wijk terug, probeer jouw blik in animale oren te ontsnappen, maar loop mij aan die rechterkant in een krom sloot in een paar koeien vast. Links een vries, wit bont, en verder aan een plaas dak wat grillig bij jouw lippen pas. Skraal jouw strot en scherp die ademsappel, die horizon een lem vlak boven jouw kraag. Jij draagt die land soos epaulette op jouw schouders. Jouw trekken spreek van een precair met bloedgevulde vaas. Ik zie nu tegen jouw rechterslaap en wang die late zonlig val soos op een beenderige kus. Jouw kin beskadig met de 5 uur baard. Ik lig mijn hand. Niks anders schiet mij binnen als jouw rechtheid in die oor kijk en soos een ver familielid te groet. Volgens een gedichtje van Mankus bij een dode vleermuis. Hoe noemen jullie dat? Een vleer soms. En hij heeft vaak van die schilderijen waaruit een soort humor, een soort zwarte humor zelfs, over de dood spreekt. Vaak dode vogels in hier. Die uitleef van het dode vleer is een soort heiligskennis. Die handen kan niet oor die boors gevouw, maar moet met uitgestrekte vingerspeken die sambrele vlug onthouden. Onvroom is die gespreide stand van achterbenen en met die kennebak zo uitgeklopt naar boven gerig, is die ganse buik en saaie dele van die bek volledig buiten die gezicht. Koddig die klein muiselijf zo op zijn rug, met duimen van die dwarsbalk losgehaak en opgetrek van punt tot punt. Een studie wat klein oor moet echo, iets van die spektakel en die val van Icarus. Is daarvoor nog die oren zo oogmoediglijk gespitst? En als laatste, en dit is dan heel, was voor mij een heel verrassend iets om een, zoals wij zeggen, een tarentaal, die bij ons een beschermde wilde vogel is, op zo'n schilderij van Jan Mankus aan te treffen. Hij had een vriend in Den Haag, in Aloysius Pauwels, die hem vaak vogels en allerlei andere dingen toestuurde, ten einde die dingen te schilderen. En vaak kwamen die dingen dood bij hem terecht. Deze echter was nog levendig. Hier is schilderpoelpetaat, wat in jouw kop een bergtop zien, in jouw pluim een wildernis waarop hij nacht en sterk was, hij wist niet wat hij alles aan die doene was. Vanochtend toen ik aangedaan die jazzmuziek van Dollar Brand jouw glijpas repeteer, zie ik skielik leeuwkop. Krijg ik die reuk van reen op bloekomblaren, hoor ik vingertikken op een gellingkan en toe een warm haal van munten in mijn boors, klippen, slaan, oproerskote. Dis een olifant geraaskal daar die vaderland van mij, een gelieg en razernij, ongestelp sedert die bloed en machteloze hulp geroep van slaven. Droeve kaap van dooie siele, waar net die andersmaak van saxofone ons ooit kan lei oor striemende verskille. Heem van landgenote, weggevluchtes, hul wat sleutels sonder deure in die boosak dra, en altijd hierdie ballingklanke sal herken, in Dublin, Frankfurt, Amsterdam, die blues wat bresse in die borsbeen slaan, een walvis pluim verlangen uit die keelgat blaas. Hoza, Mtwana,
Karnuffel daar die olikan met polkadots orkest laat, loop jou jazz hier in my gellingdrom, die giel van jou cymbale oor my kus. Die kans is, ek word eendag hierdie kant begrawe, met jou triole op my steen. Een broes kreoolse aardetaal van windblauw wilde hoenderlelle en een klein rechop hanekam van toeverlaat. Dank u wel. Thank you so much to all the poets, the three poets, Marie de Quatre-Barbe, Ali Calderon en Marlene van Niekerk. Het Poetry International Festival komt bijna ten einde. Morgenmiddag hebben we nog een mooi programma in het Arboretum van Rotterdam. Maar vanavond hebben we eigenlijk al de afsluiting. Hierna het slotprogramma om 9:30 in deze zaal. Dat wordt een heel mooi programma, dat kan ik u beloven. Met dichters van het festival, maar ook met muziek en dans en van alles erop en eraan. Daarvoor moeten we wel ombouwen hier op het podium. Dus ik wil u alle vragen om de zaal te verlaten en dan uiteraard hier om 9:30 weer terug te zijn. Een fijne avond, dank u wel. APPLAUS